Zoals jullie zien, Basje heeft zijn riem versleten. En dan kan ik voor 3 tientjes een nieuwe riem gaan halen. Ik kan er ook even zelf een in elkaar zetten, snap je? Dat doe ik nou ook eventjes. Dus, als die af is, mogen we die nog verder zien. Nog steeds bezig, bijna klaar. We zijn al iets vervorderd. Het lijkt wel ergens op, maar we moeten nog even zien. Hè? Ik ben nog niet klaar, bijna klaar. De riem is bijna af. Ik ben er eigenlijk wel een beetje tevreden mee. Dus, als het klaar is, dan mag je hem helemaal zien. Als ik hem in gebruik neem. Kijk eens, hup, riempje in elkaar gezet. Dan maak je hier van deze kant nog even een vingerbevestiging. En nog een haakbevestiging en dan ben ik klaar. Nou, de riem is op. Kijk, hier kun je je vinger aan doen. En hier kun je, dit kun je aan je broek vastmaken. Ja, dit is om je pols, maar die gebruik ik niet, maar je kan... Ja, ik doe het altijd toch zo. Maar dit vind ik toch wel lekkerder. Dus hij is af. In totaal denk ik... Wat zal het zo kosten bij elkaar? 3 euro of zo bij elkaar. Een goede degelijke riem. Dus...